Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie op Shine Sprites en met niemand anders dan, wie had het ook vandaag, jou. Sander van Gaming SB. Ik had het niet anders verwacht. Nee, precies. Wat we gaan doen is Super Mario Generations. En wat is Super Mario Generations? Oh, ik dacht dat je zou gaan zeggen, superleuk. Ook, tenminste. Ook. Ik denk dat het ook wel frustraties bij ons gaat opbrengen, maar ik denk ook dat het superleuk is. Wat we gaan doen, we gaan Super Mario Generations doen. We gaan 5 verschillende games doen. We gaan Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 en Super Mario Odyssey spelen. En het is een race. Het is gewoon wie het eerst alle 5 de games heeft uitgespeeld. Het is zeg maar, op het moment dat ik het heb uitgespeeld, moet Sander nog wel gewoon zijn uitspelen of andersom. Meteen weer ervan uitgaan. No. Nee. Ik zei of andersom erbij, Sander. Ja, maar je begon al meteen met mij. Ik vind het rigged. Nu al. Het is rigged. En zo gaan we zien wie als eerst alle 5 de games heeft uitgespeeld. Ik hoop in ieder geval dat we tegelijk Odyssey aan het spelen zijn. Niet dat, dat ik straks nog Mario Galaxy aan het doen ben en dat jij Odyssey al klaar hebt, zeg maar. Dus, ja. Ik denk dat we best wel aan elkaar gewaagd zijn, als ik heel eerlijk ben. Want ik ben zelf echt slecht in 64. En Odyssey, daar weet ik gewoon heel weinig van. Dat heb ik 1 keer gespeeld toen hij net uitkwam, zeg maar. Ik ben heel slecht in Sunshine. Ja, Als je ooit een keer op stream Sunshine hebt zien spelen, dan weet je hoe slecht ik ben. Ja, en dat is wel de game waar ik het van moet hebben, zeg maar. Dat is denk ik mijn beste game van de 5. Maar we gaan het in ieder geval zien. Ik heb er heel veel zin in. Wat ik heel eventjes nog als regel wil uitleggen. Ik heb een timer. Elke aflevering. Normaal doet hij 25 minuten, maar deze keer doet hij 20 minuten, omdat we er zo'n intro bij hebben. Ik start die timer, dan beginnen we. Op het moment dat die timer afgaat, dan is het, dan mag je het level waar je op dat moment in zit afmaken. Mocht je nou net klaar zijn met een level, dus als je in de hubwereld bent, zeg maar, dan is het gewoon af, zeg maar. Dan moet je stoppen en dan mag de andere nog gewoon zijn level afmaken, waardoor je dus ook soms een klein beetje inhaalslag krijgt, als je snapt wat ik bedoel. Dat noemen ze gewoon pech in het Nederlands. Dus. Ja, precies. Mocht je dus game over gaan, dan ben je ook uit de level. Dat lijkt me wel logisch. Ja. Toch? Ja. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de regels. En verder mochten we nog regels moeten verzinnen omdat we daar niet aan hebben gedacht, dan komt het halverwege. En ik zou dit wel leuk vinden als andere YouTube kanalen dit ook gaan doen. En tag me dan even op Twitter of zeg het in Discord. Ik zou het wel graag willen zien. Sander, ben jij er klaar voor om te gaan starten? Ik ben er helemaal klaar voor. Let's go, baby. Dan zeg ik 3. 2, 1, start. Oké. Loading, Mario. Hoezo gaan we nou weer loaden? Het stelt me wel gerust. Dan weet ik in ieder geval dat we op hetzelfde punt zitten. Ja. Yes, ik loop nu nog niet achter. Oh, je moet helemaal plusje. Ik druk al direct op A. Ik ook. Wat een naaie rij. Wow. Select die vuil maar we even. We hebben ook een heerlijk 4x3 scherm, echt. Love echt. It. Heel goor. Maar goed, we moeten ik even door deze game. Ik was dat ze dat niet gefixt hebben. Ja. We moeten even door deze game bijten totdat we bij de goede games komen. Dus, nou, ik vind deze game oprecht wel heel leuk. Alleen, het is kut dat ze in de remakes niet gewoon 16:9 hebben gemaakt. Ja. Dat snap ik niet. Want dat hebben ze met Sunshine wel gedaan, want die is origineel ook niet 16:9. Yo, dat maakt het nog meer bullshit. Ja. What the fuck? Waarschijnlijk omdat het met deze game gewoon niet te doen is. Omdat het dan... Dus ik denk dat ze... waarom zouden ze dat niet gedaan hebben? Ik weet eigenlijk niet waarom ze dat bij deze niet konden. Oh, ik zie dat er nu echt een klein hokje is waar mijn... Als ik naar mijn ding kijk. Naar mijn beeldscherm. Hoe mensen het nu zien. Maar ja, het is niet anders. Oh, ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, dat is ook uit. Het is niet anders. Goeie Ruud. Daar hebben we nu geen tijd voor. We moeten Lakitu eventjes doorskippen. Dat hij zijn werk ligt uit. Ja, kun jij de Lakitu skip? Nee, toch? Er is zo'n speedrun tactic dat je Lakitu skip doet. Hè? Ja, in het begin. Oké, ik ken al die speedrun tactics niet, Sander. Ik speel deze game niet, zeg maar.
Nee, dat snap ik. Er zijn in de speedrunning community is dit echt een heel erg geliefde game. Doordat het zoveel glitches en zo heeft. Ja. Yo, Bomp. Ik zit oprecht eventjes te denken, oké, wat is de eerste ster ook alweer? Wat moest ik ook alweer doen? Bij deze weet ik ook niet welke dingen je moet hebben, zeg maar, om... want we hoeven hem niet te 100%, hè? Het gaat erom dat je... Nee. Wauw. Ik moet ook de controls... Ik heb deze game, zeg maar, wel gespeeld, maar nog niet op de Switch. Dus dat is eventjes... Ja, ik moet ook eventjes de controls bedenken. Oh, heel ziek. Dat was heel ziek. Ik werd niet geraakt. Fuck jou, Chainchomp. Dikke vette huts. Dat is een dikke vette huts. En een kaboom, omdat meneer weg is. Yo, pak die fucking stergozer. Nah, ik word genaakt. Ik heb dus vakantie als Shining Pearl uitkomt, zeg maar. Yo, ziek? Ik niet. Ik moet nog even bedenken wat ik met Shining Pearl ga doen, zeg maar. Want ik wil sowieso een YouTube-serie doen. En uiteindelijk natuurlijk ook gaan Shiny hunten. Ja, snap ik. Ik heb, denk ik... Tentamenweek als... Mario Party uitkomt. Echt? Ja. Ah, oh, dat meen je niet. Wat kut. Dat betekent veel vrij. Aan de andere kant betekent dat ook... Ja, ik moet bezig. Ja. Yep. In principe, ik heb 2 tentamens. Dus in principe is het... Misschien haast wel te doen. Ja. Om ook nog vrije tijd te hebben. Maar hey. Want de launch date, zeg maar, ben ik... want ik heb, zeg maar, het weekend nadat die uitkomt, zeg maar, heb ik ook van alles. Dat is echt kut. Alleen op de dag dat die uitkomt, ga ik echt veel spelen. Oh, wat kut dit. Oh, ik ga nu al zo ver achterlopen. Wel, jezus. Jawel. Ja, jij ziet mijn gameplay niet, gozer. Nee, dat klopt. Ik de biel aan het doen. Ah! Ah, gelukkig doe ik het weer. Dat scheelt. Yo, ik dacht, ik kan deze game wel, maar schijnbaar niet. Ik heb geen kan idee. Niet eens lopen in deze game. Ik heb niet eens enig idee hoe ik deze bom om... Ook weer, ook het. Versla. Ik heb geen idee, joh. Doe maar wat. Ja, ik doe ook alleen maar... Hé, wat doe je? Ga lopen, gozer! Oh, het is nu al frustrerend. Hoe kill ik hem, man? Weet ik niet. En als ik het wel wist... Dan zei het niet. Ja, dan zei ik het niet, want ik wil ook winnen, gozer. Oh, moet je niet rondjes om me heen lopen of zo? Nee. Wat? Invisible wall of zo? Nou, ik haal mijn leven. Okay. Ik weet ook niet of ik nu al hier naartoe kan. Die bom op is helemaal niet zo moeilijk. Ik ben benieuwd welke ster jij aan het doen bent. Hoeveel sterren heb jij? Ik heb 1 ster en ik ga zo meteen mijn 2e halen. Oh, dan hoef ik helemaal geen zorgen te maken. Dat klinkt niet. Dat scheelt. Voor jou ja, voor mij wel. Maar ik weet ook dat het allemaal goed komt. Als je eventjes meewerkt, dat is dus kut aan deze game. Ik ken de sterren niet, zeg maar. Dus ik heb geen idee. Ik ken ook een aantal niet. Alleen, ik ken er ook een aantal wel. Aha. Alleen de eerste... ken ik om een of andere reden niet zo goed. Oké. Ah, fuck. De eerste wereld. Gozer, kom nou gewoon. Ja, dank je. Dit kan best wel eens een... dit kan best wel eens een lange serie gaan worden, hoor. Ja, dat zal ik wel. Nee, niet me eraf gooien. Ik zei niet! Nah, hij haat me. Ik haat hem nu ook.
Ik haat je, ik haat je. Jij vieze gore lul. Wow, wow, wow. Sander, wat is yo, dit? Yo, het is tegen Bully. Denk ik. Is het Bully? Ik weet het niet. King Bully. Nu heet hij wel zo in ieder geval. Yo, gozer, kom vechten dan. Moet ik nu ook weer die hele kut zien? Mag ik boos worden? Nee. Ah, shit. Er komen nog genoeg momenten dat je boos moet worden, Sander. Yo. Daar is dit nog geen heel moment ziek voor. Oh, je moet hem ook nog een keer gooien. Oké. Okay. Nee, misschien heb je gelijk. Misschien heb je gelijk. Ik bedoel, deze gozer heb ik zo dood. En dan sta ik weer gewoon lekker voor. Yo! Yo! Ik wou niet boos worden. Kut. Ik moet zo mijn best doen om niet boos te worden, gozer. Hoe werkt dit überhaupt? Hoezo? Hoe? Ben ik nou zo scheef of wat ligt het nou aan mij? Zeg? Sowieso. Allebei. Maar dat maakt even niet uit. Ik was die Koopa race aan het doen, hè. Ik ben zoveel sneller dan die bitch. Waar is die? Ik moet nu zo op hem zitten wachten. Ja, dat is altijd. Dat heeft echt iedereen in de game. En zijn moeder. Maar Sander, als je toch iedereen zegt, zit de moeder daar niet automatisch in? Fuck jou. Fuck jou. Wee. Ik heb ster. Yay. Hey. Ik heb een ster. Ik heb een ster. Ik heb een ster. Die boy is blij. Ik wil sowieso nog Koopa de Kwik doen hier. Want die is ook makkelijk, weet ik. Food race. Ja, die moet ik hem. Die moet ik hem. Hey, Koopa, 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 Koopa. Hoe is hij? Koopa, Koopa, yeah. Ik weet ook niet. Ja. Wanneer je, zeg maar, wanneer je klaar bent, zeg maar, in deze gehele game, zeg maar, hoeveel sterren je moet hebben voordat je de eindbaas mag doen en zo. Volgens mij kan het zijn dat het 90 is. Ik wist het wel een tijdje, want ik heb Rick en Link, ja. Link Tiger, die deden zo'n ook een race, maar echt een soort speedrun race, als in ze hadden ook echt allemaal van die trucjes geleerd. Wow. Dus toen wist ik, volgens mij 90 of 60, dat weet ik dus niet. Ah, ik dacht namelijk eerst 70, maar... Nou, ook wel kunnen hoor. 60 lijkt me heel weinig en 90 weer heel veel. Maar ik denk dat 90 logischer is dan 60. Ik denk dat 60 heel weinig is. Ja, dat snap ik wel. Ik kan me wel herinneren dat je in principe niet heel veel sterren hoeft. Maar het zou ook best wel 70 kunnen zijn. Ik denk eerlijk gezegd eigenlijk dat het niet 90 is nu ik er zo over nadenk. 1 minuut 9. Hey Koopa, waar ben je dan, hè? Waar ben je dan? Ze noemen jou Koopa de Kwik. Ik noem jou Koopa de Schildpad. Want daar lijkt hij ook op. Dat is hij misschien ook, Sander. Zou dat ermee te maken kunnen hebben? Ah. Oh, de besturing is echt pijnlijk. Hmm. Ja, dat heb ik al gemerkt bij de boss fight. Is niet echt een boss fight, maar bij meneer Bom. Meneer Bom. Nou, die deed ook veel. Ik weet nu niet of ik... Heb ik nu wel gesaved? Of omdat ik op B heb gedrukt, dat ze denken... Yo, gozer, jij wil saven? Dat is voor alleen voor losers, gozer. Dat mag jij helemaal. Dat zou best wel eens kunnen als ze dat dachten, ja. Yo, lever hem maar in. Heel ziek. Ik weet niet eens welke wereld is dit. De Bullet Bill wereld. Nee, hoe heet die Bommen wereld? Wat wil je weten? Ja. Dit is wel de wereld die ik bedoelde. Oké. Okay. Hier weet ik wel wat sterren. Oké. Nee. Oh, daar had ik echt geluk. Daar had ik echt geluk. Hij heeft weer geluk. Ja, dat was... Het ik lijkt had daar ook wel moeten zijn. Yo, ik heb... Yes. Ik ben laatst... Ik heb hier niet per se... Nee, dat vind ik niet. Oké, ik ga die skip niet proberen gewoon. Ik weet dat mensen al falen als ze het geoefend hebben. Dus
Spoiler alert, ik heb niet eens geoefend. Nee. Dus, dat gaan we niet doen. Boom. Boom, hij heeft een ster. Oh nee. Nee, ik heb geen ster. En ik ben dood. Ik heb nog steeds maar 3 sterren, omdat ik geen idee wat ik aan het doen ben. Waar zit die vieze, vuile, roze bom dan? Wil je dat ik daar een antwoord op geef? Ik zou het niet vervelend vinden. Wacht even. Oké, fuck. Oké. Hier is het. Oh. Niet die bitch. Nee. Het gaat minder lekker. Als gehoopt. Ik heb echt. Ik heb geen idee. Ik zit soort van vast, zeg maar. Oké. Dat scheelt weer, want ik ben ook kut bezig. Jezus, en de Sander. Camera helpt ook niet, moet ik zeggen. Nee, maar weet je waar ik me aan stoor? Nou? Is dat je niet echt de camera mee kunt bewegen. Ik wil de hele tijd de camera mee bewegen, zoals dat kan in alle andere Mario's. Ja. In ieder geval in Sunshine. En die heb ik het meest recent gespeeld. Oh nee, Galaxy heb ik het meest recent gespeeld. Trouwens. Maar dat maakt niet uit. Dan heb je het daar vast ook. Ik wil gewoon compleet de regie hebben over de camera. Of niet. Of niet. Maar niet half. Dat vind ik heel kut. Nee, Mario. Je moet toch opspringen, oké? Okay? Ja? Kijk. Oké. Okay. Deze glitch. Ik kan hem proberen. Kut. Nee, dat gaan we niet doen. Sander, ik heb echt geen idee hoe ik nu verder moet. Want ik zie nergens die roze bom. Oh, wat kut. Nou, die staat hier gewoon bij. Maar waarom gebeurt er dan niks? Serieus, moet je er gewoon mee praten? Wauw. Ik heb echt zoveel tijd voor niks verloren. Deze niet, ik ook. Leugens. Ik wil niet dood. Vooral. Jij hebt zeker al 5 sterren. Al meer, hè? Ja, zie je. Zo ben jij. Dat je zo wil winnen, Sander. Yo, gozer. Doe even normaal. Ga gewoon vallen, gozer. Nou, ga vallen. Ja. Boom. Kaboom. Kaboom. Nee, nog niet helemaal. Kaboom is pas als hij doodgaat. Yo, gozer, doe zo'n wiebel. Ja, doe zo'n wiebel. En ik ben dood. What the fuck? Kutzooi. Mijn leven. Ik had alles. Nou. Nu ga je zo hard inhalen. Stop nou eens met je gezeur, jongen. Ik heb pas 3 sterren. Oh, dan hoef ik me nergens zorgen over te maken. Je hebt geoefend of niet, Sander? Zeg maar. Nee, ik heb echt niet geoefend. En dat valt ook echt wel te zien, hoor. Jij geloofde maar niet, hè? Dat jij het voordeel uit deze game zou halen. Nope. Weet je waarom? Omdat ik super slecht ben. En dat zie je ook maar weer. Er zijn wel een paar levels waar ik nu al tegenop zie, trouwens. In dit spel. Sander, we zijn een commentary aan het doen. Ja, weet ik. Ik was echt full focus mode, jongen. Echt niet normaal. Als je zeg maar focus hebt. En oh, hij heeft weer een ster. Hij heeft 4 sterren. Nu ga ik echt verliezen. Nog 3,5 minuut, Sander. Nog 3,5 minuut. Shit. Nee, dan moet ik heel snel deze eventjes opnieuw doen. Oké. Okay. Ah. Doe je, Mario? Fucking hell. Fucking camerahoeken. Nee, ik haat alles. Ik heb best. Oké, maar ik zit in een level. Dit level mag ik afmaken sowieso. Dus dan is het dan niet erg.
Nee, Mario, dank je. Mario, Mario. Heb je al Luigi's Mansion gespeeld? Nee. Oh. Dat is ook leuk. Dat was snel. Ook een leuke game. Dat geloof ik best. Je gaat eraan, misschien. Hoop ik. Mogelijk. Oh, wat? Holy damn, dat was iets te hoog. Dat was ook niet... Wacht, dit... Als wat ik heb gehoord. Sander. Nee. Jawel. Ja, deze ga je gang. Sorry. Ik reageerde omhoog op mijn game. Oh, shit. Wee. Yeah. Mijn game loopt vast. Krijg je game loopt vast? Ja, krijg je deze onzin weer. Wat is dit nou? Mijn hele Switch loopt vast. Fuck. Deze onzin weer? Heb je ooit een keer eerder gehad dat je... Dat je Switch vastliep? Nee, niet dat mijn Switch vastliep, nee. Hoe de fuck loopt Ik bedoelde eigenlijk met deze onzin bedoelde ik dat ik een verkeerde knopje induwde... Waardoor hij naar de homescreen ging, maar hij loopt gewoon vast. Oh, wat kut. Dat is oprecht kut. Hoe gaan we dit oplossen? Ik ga hem heel erg in sleep mode zetten. Ga jij maar gewoon verder hoor. Wordt gewoon binnen de tijd dus. Nee, oké. En neer. Heel ziek. Hij lijkt toch gewoon helemaal van het padje af. Yo, dit is de reden waarom je geen OLED moet kopen. Nee. Ik heb geen OLED en die van mij loopt niet vast. Nee! Je moet nooit dat soort dingen zeggen. Trouwens, straks jinx ik mezelf. Yo. Ik wil ook gewoon te snel. Ik denk dat ik te erg aan het rushen ben. Ik denk dat dat mijn... Vooral mijn vuilkuil is. Bij deze game. Omdat ik heb eigenlijk gewoon... Ondanks dat ik nu misschien voorsta... Heb ik niet de vertrouwen in... Dat ik voor ga staan de hele game lang ofzo. Nee, dat kan wel... Ja, nee, maar dat gaat ook bijna niet. Want je gaat altijd wel... Een probleem tegenkomen, zeg maar. Ja. Sowieso, ik ben heel erg bang dat ik weet nu nog wel wat sterren, maar ik ben dus bang dat ik er op een gegeven moment ook een aantal ga vergeten. Snap ik. Oké, okay, dat is eventjes heel spannend. De tijd is over. Meen je dit? Ik heb letterlijk net een ster gepakt. Oké. Nou, dan wil ik jullie voor bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag bij de volgende aflevering wanneer ik wel weer beeld heb. Adios, amigos.